De bewoners van de luchtvaartstraat houden telkens de elektriciteit uit, valt hun hart vast. Hopend dat ze alle apparatuur in huis nog aan de praat krijgen. Op 10 dagen tijd viel de stroom al 4 keer uit, telkens gemiddeld zo'n 2 uur lang. Vooral de slager kan de stroompannes missen als kiespijn. Het personeel moet dan eigenlijk wachten, want ik kan niks doen. Ik kan niks wegen, ik kan niks snijden. Wij kunnen achteraan ook niet werken, je hebt geen licht. Voor gevaar voor je vingers te snijden. Machine kunnen niet werken. Koeling liggen af, dus ik moet ook in doorhouden. Deuren moeten goed gesloten blijven. Dus ja, grosso modo schat ik een inkomstenverlies van tussen de 400-500 euro. De bewoners hopen tijdens de feestdagen gespaard te blijven van de stroompannes. Wat gaat dat met kerstmis, wat gaat dat met nieuwjaar zijn als wij aan de feestjes zitten? Onze teppanyaki of onze gourmet, hè, gaan wij dat kunnen klaarkrijgen? We hebben volk uitgenodigd, familie, vrienden, kennissen. Hoe gaat dat aflopen? De mensen waarmee ik gesproken heb van Eanders, die de laatste debonage me komen doen, die hebben mij verzekerd, de stroom is voorlopig omgelegd. Dus, ik vermoed en ik hoop dat wij nu een beetje gerust zitten. Op 2 januari wil Eanders de nodige metingen uitvoeren, maar die timing komt wel erg ongelegen. Maar nu hebben we juist papieren gekregen dat tussen 2 januari komen ze terug herstellen, tussen 8 uur en 12 uur. Dus dan kan ik eigenlijk mijn winkel niet open doen, want ik kan mijn voorbereiding niet volledig doen. Want om 8:30 gaan wij open. En om 12 uur zal het gedaan zijn, maar doet dat 2 uur, doet dat 3 uur. Ik kan ook niet communiceren naar mijn klanten toe, dus ja. Volgens Eanders zijn de stroompannen te wijten aan problemen met de voedingskabel van de elektriciteitsaansluiting.